Gaat reclame moet naar beneden, waarom? Nou, vanwege de hurremien, hè. Anders dan gaat de boer kapot. Vorige keer had ik zijn dikke stwaar omhoog, hem toen ik zijn boer hier? Ja, toen stond er hier eigenlijk al, maar hij maakte op het eten naar beneden. Dus, nou wacht maar weer even, anders gaat er fijn. Wij hebben van de morgen kwartier van tien met de directie even oerlis gehad. En de situatie in Schotten en vanzelf Piet Paulusma even bellen. En doe het besluit nemen om vanuit Jelve al van alle lessen vervallen te laten. Om ervoor te zorgen dat de band op tijd thuis komen kon. Toen hadden we pauze, kwamen uit de lessen. Toen werd ons verteld dat we naar huis mochten. En hoe vind je dat? Ja, wel cool eigenlijk. Want nu heb ik de hele middag voor mezelf. En... dat is wel leuk. Graag een kopje koffie of thee aan bij de kiosk. Joop, ging in kant op? Nou, in ieder geval niet met de trein. Maar vervoer is onderweg. Oké, okay. Hoe komt het nou? Met de auto. Haar man die komt dus even ophalen. Okay. Dus dat is goed regelen? Dat is helemaal perfect regeld, maar hopen dat hij hier wel aankomt. Ja. Zullen we maar aanwachten. We willen graag naar Groningen, maar er rijden geen treinen meer. We zaten al helemaal geïnstalleerd in de trein en toen mochten we eruit. En hoe lang rijden de treinen niet meer? Tot 8 uur vanavond is het laatste nieuws geweest. Dus ja, het duurt nog even. Hoe vervelend is dat? Ja, heel vervelend. Dat is de reden dat we nu onze charmes in de strijd nu proberen. Nu is het nog wel leuk, maar over een paar uren gaan we denk ik heel hard huilen.